dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier. Het afscheid van de Porsche Boxster met verbrandingsmotor. Want hoewel deze auto voluit de Porsche 718 Spyder RS heet en er dus helemaal geen Boxster in de naam voorkomt, is dit natuurlijk wel de ultieme evolutie van de auto die in 1996 op de markt kwam onder de 911. Maar waar die auto een 2,5 liter zescilinder had met net iets meer dan 200 pk, heeft deze een 4 liter zescilinder boxermotor, atmosferisch, met maar liefst 500 pk. En waar de originele Boxster altijd in de schaduw moest staan van de 911, is dit, de allerlaatste met verbrandingsmotor, eindelijk alles wat Porsche eruit kan halen, zeggen ze. Het is een auto geworden die sterk gebaseerd is op de Cayman GT4 RS. Maar dan net wat minder gericht op circuitgebruik en net wat meer op de openbare weg. Uiteraard, die enorme spoiler die is eraf. Dat betekent een stuk minder downforce aan de achterzijde. Dat betekent ook dat de splitter aan de voorkant 4 cm korter ruim is geworden. Om te zorgen dat die aerobalans behouden blijft. Dat betekent ook, deze auto ontwikkelt niet echt downforce, maar hij ontwikkelt ook geen lift. Veering en dempers, ongeveer de helft zachter dan bij de GT4 RS. Want dit is niet een auto, zeggen ze bij Porsche, waar je het circuit mee op gaat. Maar juist een auto waar je op de openbare weg bij goed weer mee gaat rijden. Vooral bij goed weer, want er zit een soort dakteentje op, helemaal handmatig in twee delen. En als je het open en dicht wil doen, dan ben je wel eventjes een paar minuten bezig. Dus een plotselinge hoogstbui, dan ben je gewoon echt helemaal zeiknat voordat het dak erop zit. Het heeft nog een ander voordeel, je kunt het hele dak eraf laten en thuis laten als je weet dat het goed weer blijft. En dan is de auto nog eens 8 kilo lichter dan in zijn standaardvorm. En je zou denken, in zijn standaardvorm is hij net iets zwaarder dan de GT4 RS, want coupés zijn altijd lichter. Maar dat is niet zo. Als je dezelfde opties neemt, dus eventueel een wijzigpakket, alle carbon onderdelen, is deze auto 5 kilo lichter. En dat moet dit de ultieme weg Porsche maken met middenmotor. Ja, voordat we het ergens anders over gaan hebben, moet je eerst even één ding horen, want je kan er gewoon niet omheen. Die 4 liter zescilinder boxermotor, die klinkt... Zo schandalig goed. En om te zorgen dat jullie me nu een beetje kunnen horen, zit nu de Bimini top en het windscherm achter daar op. Eerder vandaag hebben we gereden met dat windscherm hierachter eruit, maar dan wel het topje erop, want het regende heel erg. En dan heb je dus de luchtinlaat ongeveer hier, precies naast je oor. En het is een geluid, nou echt, als je vol gas geeft, dan is het net alsof je trommelvliezen uitgezogen worden door het vacuüm van die motor. Maar het is zo'n spectaculair ding en uiteraard... Dat is 6000, hè? Dan heb je nog 3000 te gaan, want je kunt tot 9000 doorjanken. En als je dat doet, is hij... In die laatste 1000 toeren, dan resoneert er van alles. En dan is het echt een spektakel wat je bij een moderne verbrandingsmotor bijna nooit meer vindt. Maar het mooie hiervan is dat ook als je lager in de toeren zit, al vanaf 2000-3000 toeren, met elke centimeter die je grote teen op het gaspedaal beweegt en elke keer dat de automaat schakelt of gaat schakelen, dan gebeurt er van alles. En bij moderne motoren met partikelfilters in het uitlaatdirect hoor je daar veel minder van. Maar hier hoor je niet de uitlaat, maar juist de inlaat, omdat die vlak naast je oor zit. En dus heb je die volle geluidsbeleving. Het is gewoon net alsof je een orkest aan het dirigeren bent. Er komt van alles uit en het ploft en hamert niet, maar het is... Er zit zoveel variatie in en het is allemaal mooi en het is allemaal prachtig. Die PDK-automaat die gewoon echt, als je hem in de sportzand zet, meteen die harde, droge, dubbele koppelingsbak klappen. De Boxster gaat elektrisch worden en ongetwijfeld, dat gaat een goed ding zijn hoor, maar je gaat hier toch wel wat... wel heel erg iets aan missen. En dan kun je hem dus ook nog helemaal open laten. En ik zei al, als je dan het dak thuis laat, is hij ongeveer 13 kilo lichter dan de GT4 RS. Nou, minder gewicht is altijd goed. Zit je zo rond de 1400 kilo zonder passagier, maar met vloeistoffen. En het fijne is, en dat klinkt raar, maar ze hebben hem een stuk minder hard gemaakt dan de Cayman GT4 RS. En dat is een auto die onder dit soort omstandigheden, het is nat, ik rijd op de openbare weg, dus je kunt... Nou ja, zeker bij die Cayman had je nog niet de helft van het potentieel kunnen benutten en bij deze misschien al 60%. Maar in die Cayman had je je geërgerd, want dat ding is hard, is oncomfortabel, ook heel erg luidruchtig. En waar doe je het dan voor op de openbare weg als je toch het potentieel er niet uit kan halen?
deze 718 Spyder RS, omdat hij zoveel soepeler veert. Zelfs als je op halve snelheid rijdt, het is een auto die enorm entertaint. Je hebt een hele gevoelige besturing. Alles werkt wel heel direct, want de kogels in de ophangingsdelen, hè, dus die de rubbers die er normaal gesproken in zitten, vervangen, die zitten erin. Net als bij de GT4 RS. Dus hij is heel direct, heel gevoelig. Echt een fantastisch lichte, maar heel gevoelige besturing. En dan is het, zelfs als je op 40-50% rijdt, is het gewoon al een feestje. Je bent echt met een machine aan het werk. Je bent echt een auto aan het besturen. En dat is zo'n lekker gevoel. Ja, en ga je dan eenmaal wat harder, dan zit er ook wel ongelooflijk veel capabiliteit in dat chassis. Het is een heerlijke sportwagen, heel wendbaar. Je kunt die neus echt een beetje de bocht inremmen, dan krijg je een beetje overstuur. Als het nat is, die Pilot Sport Cup 2 banden. Ik moet zeggen, ik denk dat ze een iets ander compound gebruiken dan in bijvoorbeeld de GT4 RS. Want je kunt nog normaal bochten nemen. Je moet wel bij staand water echt heel voorzichtig zijn, want dan veegt hij gewoon weg. Maar zoals ik al zei, je zit niet te jagen naar die laatste tiende. Je zit te genieten van het feit dat je met een auto onderweg bent. Je zit te genieten van die motor. Je zit te genieten van die besturing. Van de remmen die gewoon fantastisch veel tegendruk geven. Het is echt een lekker analoog apparaat. Als je dan een keertje de ruimte krijgt en je kunt hem een flinke pof gas geven, dan zet die achterkant ook gewoon een goede drift in. Ja, je kan zoveel met deze auto. De auto kan zoveel en jij kan er zoveel mee. En dat is een heerlijk gevoel. En dat zijn serieuze prestaties, hè? Van 0 naar 100, 3,4 seconden. Een topsnelheid van boven de 300 km per uur. Dat is trouwens wel zonder het dak. Met het dak is de aangeraden topsnelheid 200 km per uur. Hij is niet afgeregeld, dus je kan harder. Loop je alleen wel het risico dat je auto permanent 8 kilo lichter wordt. Nee, zonder dolle dan kan het dak hier wel beschadigen, want voor minder gewicht is er gewoon weinig gedaan aan versteviging. Dus dan kan het gewoon onherstelbaar vervormen. Dus ja, eigenlijk is dit een auto die je alleen maar moet rijden bij mooi weer en er dan van moet genieten. En ergens is dat wrang, want deze auto kost dus wel €253.000 in Nederland. Voor een auto die je dus echt alleen maar kan gebruiken met mooi weer, waar een dakteentje op zit wat behoorlijk wat instructie nodig heeft voordat je het normaal kan assembleren. Een auto die, nou ja, best wel vermoeiend luidruchtig kan worden, want als je de hele dag vol gas gaat en je hebt het dak eraf, dan ben je echt aan het einde van de rit gewoon doof. Maar als hij zich er eenmaal voor leent, als je dan eenmaal op een weg als deze die open is, waar je heel even 5, 6, 7, beetje terug, even de bocht afwachten totdat je hem weer kan zien. 6, dan moet je van het gas af. En dat geeft niet, want je weet, straks komt er een mogelijkheid. Nu gaat iemand voor me weg. Heel even vol gas. Dan is het een feest van alles wat een verbrandingsmotor mooi kan maken. En dat is misschien wel het ultieme compliment dat ik hem kan geven. Dat dit echt in heel veel opzichten de ultieme evolutie van de Boxster is. Een waardig afscheid. En toch wel iets wat we heel erg gaan missen, helaas.